Hoi, wij zijn Sophie en Fleur uit klas 4AC. Dit is ons vlogboek over het boek Filijnen zegt sorry van Ronald Giphart. We hebben een korte samenvatting gemaakt, die hebben we van tevoren geschreven en die gaan we nu even kort voorlezen. Het verhaal gaat over Filijnen. Filijnen's vriend Max, die vertrekt naar New York om het toneelstuk Romeo en Juliet te gaan spelen. Maar na een tijdje missen ze hem vreselijk, dus reizen ze naar New York om hem weer te zien. Daar ontmoeten ze ook zijn vrienden. De lezer komt in dit deel van het boek achter Filijnen's uitgesproken mening over verschillende onderwerpen. Maar het gaat voornamelijk over seks. Filijnen gaat vooral veel om het gulpje, omdat zij op dezelfde negatieve manier naar de wereld kijkt. Ze gaat samen met Max, en ook zijn vrienden, naar de première van Romeo en Juliet, waarna Filijnen in allerlei moeilijke situaties terechtkomt. Max voert tijdens het toneelstuk een heftig liefdespel met Joanne op. Natuurlijk is Filijnen geschokt, maar toch leggen Filijnen en Max het diezelfde avond weer bij. In de dagen die volgen komt Filijnen in allerlei vreemde situaties terecht. Ze gaat bijvoorbeeld vreemd met Johannes, vriend van LT Filijnen. En LT besluiten samen naar een volgende voorstelling van Romeo en Juliet te gaan. Ze willen weten of Max en Joanne zich bij de première hebben ingehouden. Max en Joanne gaan dit keer veel verder. En Filijnen schopt een ruil waardoor ze in één keer beroemd is. Ze staat op de voorpagina van alle kranten en ze wordt zelfs uitgenodigd voor de late night show van David Letterman. Max probeert het hierna goed te maken door haar mee te nemen naar een eetgala. Tot hij erachter komt dat Filijnen is vreemd gegaan met LT. Hij is vreselijk kwaad, maar vooral teleurgesteld. Hierna klimt Filijnen op het podium en biedt haar excuses aan iedereen. De titelverklaring. Filijnen zegt sorry, kom pas terug aan het eind van het verhaal. Dan houdt zij een speech van 6 pagina's lang, waarin zij haar excuses aan Max en al zijn vrienden aanbiedt. In dit boek is er ook een motto. Het motto is een spotprint van Goomba, getiteld Meisje met ondraaglijk hoog IQ. Op de achtergrond zie je 2 mensen die een permanente slamer-uitdrukking hebben. Hun gesprek, wil je nog koffie? Ja, graag. Op de voorgrond zit een meisje aan het bureau met haathanden in het haar. Ze roept duidelijk gefrustreerd, oh god, wat zijn ze dom! Dit laatste is Filijnen's mening over iedereen, behalve zichzelf. In het verhaal zit een tijdsprong. In het begin van het boek vertelt Max Filijnen dat hij naar New York gaat en een aantal bladzijden later zit Filijnen in het vliegtuig naar New York omdat ze hem zo mist. Het is dan een jaar later. Verder zit er nog een aantal terugblikken in het verhaal. Ronald Giphart heeft het verhaal als een film geschreven en in het midden zit reclame en aan het eind is er een aftiteling. Oké, dit is de 2e keer dat ik dit boek gelezen heb en ik waardeer het boek nu wel meer dan de eerste keer. Want de eerste keer toen ik dit boek las, vond ik de humor echt helemaal niks. Maar nu ik het voor de 2e keer lees, vind ik het wel leuker. En ik betrapte mezelf er ook wel op dat ik het boek nu met de glimlach wel zat te lezen. Vooral vind ik het mooi hoe Giphart altijd verschillende tegenstellingen in zijn schrijfstijl gebruikt. En in dit verhaal wordt er ineens van een redelijk luchtig naar een heel heftig onderwerp veranderd. En toch heeft dit zo'n manier gedaan dat het leuk blijft om te lezen. Toch raad ik dit boek af, omdat er heel veel seks in zit en grove taal in dit boek gebruikt wordt. En ik vind niet dat het hoort te kunnen in een boek, zeg maar. Ik vind Filijnen zegt sorry een best leuk boek. Omdat Filijnen eerst een klas bitch leek zonder enkel medeleven. Maar later bleek ze toch gewoon een normaal persoon te zijn zoals jij en ik met gevoel. En ze leek ook onverwoestbaar, maar raakte toch verdedigd door het eetschala. Het taalgebruik in het boek vond ik niet erg moeilijk, maar wel grappig. Want Filijnen gebruikt erg veel creatieve scheldwoorden zoals humorloze zakvla. En nog meer van dat soort woorden. Maar ik vind de stijl van Ronald Giphart erg apart. Maar later vond ik het wel leuker om dat zo te lezen. Want hij schrijft best wel korte zinnen, dus het is wel makkelijk te begrijpen. Er zitten in het boek wel veel beschrijvingen. Dat vond ik soms wel een beetje langdradig worden. Maar op zich vond ik het voor de rest gewoon best goed te lezen. Ik vind het wel leuk dat Ronald Giphart heel duidelijk laat zien dat zelfs mensen die een perfect leventje lijken te hebben, ook heel erg ongelukkig kunnen zijn. En ja, dat heeft hij wel goed duidelijk kunnen maken.